In deze film maak ik van deze foto wat leuke popart. En de eerste stap die ik ga doen is het canvas groter maken en zorgen dat de foto daar vier keer op komt te staan. En ik begin met het losmaken van mijn achtergrondlaag. Je ziet rechtsonder in het lage paneel de laag achtergrond staan en daar staat een klein slotje boven. En als ik het canvas dadelijk ga vergroten, zou dat betekenen dat ik een witte egale achtergrond krijg of een andere kleur die ik instel. Maar ik wil niet met kleuren in de achtergrond werken en daarom is het makkelijk om dat slotje even weg te halen. En dat doe je heel makkelijk als je erbij gaat staan. En je klikt erop. Dan is het slotje weg en gaat je laag laag 0 heten. Nu kan ik het canvas groter maken. En dat doe je met de toetsencombinatie Ctrl, Alt en C. Je krijgt dan het volgende venster voor je neus. En in dit geval staat het op pixels. Uh, het zou eventueel ook op een andere waarde kunnen staan, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Ik wil de foto eens zo breed maken. Dat is 100%. En ik wil hem eens zo hoog maken. En dat is ook 100%. Dus van pixels kies ik procenten. En ik vul gewoon in dat er 100% meer breedte bij moet komen. En ook 100% meer hoogte. En de richtingen die dat uit moeten, dat is naar rechtsonder. En ik druk op OK. En ik krijg nu dit grote canvas. Had je je achtergrondlaag nog gewoon op het slotje gelaten, dan had je nu dus gewoon een gekleurde foto gehad. En dat was niet zo handig. Wat ik nu ga doen, ik ga de laag een aantal keren dupliceren, zodat mijn foto vier keer voorkomt. En daarna ga ik hem mooi verdelen onder het vlak. En dat dupliceren, dat doe je met de combinatie Ctrl J. En dat doe je dus drie keer, zodat je vier lagen hebt. En vervolgens is het dus gewoon een kwestie van de foto's verdelen. Dat doe je gewoon met het verplaatsgereedschap, dat vind je hierboven, of met de sneltoets V. En je zorgt dat automatische selecties aanstaan. En je sleept gewoon de foto naar de andere hoek. En vervolgens pak je er weer een op en ook de laatste sleep je daarheen. Dit is op zich prima en nu moeten we dit allemaal nog samen gaan smelten. En dat doe je gewoon heel makkelijk met de sneltoetscombinatie Ctrl Shift en E. En hij voegt alle lagen die op dat moment zichtbaar zijn weer tot één nieuwe laag. Hier kan ik dus verder mee. En de stappen die je nu moet doen zijn op zich maar heel eenvoudig. Ik ga om te beginnen eens een slim document maken van deze laag. En dat betekent dat ik er filters aan kan koppelen die ik in een later stadium altijd nog kan veranderen. En dat doe je heel eenvoudig door er met rechts op de laag te klikken en te zeggen van omzetten in slim object. En bij je laag komt dan een heel klein icoontje en daarmee is het dus gewoon een slim object. Dus als ik nu bijvoorbeeld naar filter ga en ik zeg vervagen en Gaussiaans vervagen, dan kan ik daar een waarde kiezen. Ik klik gewoon even iets aan. En dan zie je dat dat onder mijn laag komt. Het filter hangt eraan en als je dubbel klikt op het woord, dan kun je altijd nog gewoon terug naar een andere waarde. En de eerste stap die je dus doet, dat is dat gaussiaans filter toepassen. Ik zal je zo meteen vertellen waarom. En vervolgens ga je bovenin naar afbeelding, aanpassingen en kies je voor drempel. En met drempel gaan wij vertellen van nou. Alles wat boven een bepaalde waarde ligt, dat moet je laten zien. En wat daaronder ligt, dat moet je niet laten zien. En dat resulteert in dit zwart-wit wat je in de achtergrond ziet. En je kunt daar een klein beetje mee spelen om de detaillering te laten zien. Ik hou hem even rond deze waarde. Ik vind het namelijk belangrijk dat deze schaduw rondom de neus en rondom het oog zichtbaar is. En wat deed dan dat Gaussiaans filter? Nou, dat bepaalt eigenlijk hoe vloeiend dit allemaal verloopt. Als je erop dubbel klikt, dan kom je terug in het Gaussiaans filter en helaas zijn slimme objecten niet in staat om wanneer je een filter bewerkt alle andere filters toe te passen. Maar zet je de straal bijvoorbeeld hoger, dan wordt het allemaal veel vloeiender. Dit is te hoog. Maar als ik bijvoorbeeld eens een waarde van ik noem maar wat 27 kies, dan zie je daar toch nog wel een beetje gezichtsvorm in. En kies ik bijvoorbeeld een straal van 0,1, dan is het gewoon een hele harde omzetting. Dus daar moet je even een kleine balans in vinden. En ik ga gewoon even gokken. 15 vind ik te veel. Laat ik hem in ieder geval eens even op 8 houden. Ik vind dit wel kunnen. Nu heb ik mijn foto's dus omgezet naar zwart-witwaardes met een detaillering die ik wel aardig vind. Nu is het kwestie van de kleurtjes eraan koppelen. En dat doe je op zich heel eenvoudig. Je gaat gewoon vier kleuren erboven opleggen leggen. En je gaat zeggen van hey, deze kleur zit in de linkerbovenhoek, en die kleur zit in de rechteronderhoek. En om dat te doen, gaan we dadelijk met maskers werken. En die maskers die werken eigenlijk gewoon ja, vanuit een hoek tot aan het middelpunt van de foto. En om dat wat makkelijker te maken, wil ik eigenlijk twee hulplijnen uitzetten. En je moet dus eerst zorgen dat je linealen aanstaan. En je ziet, ik heb twee linealen. Eentje aan de bovenkant en eentje aan de rechterkant. En zijn die bij jou nou niet zichtbaar? Druk even op Ctrl R, dan verschijnen ze. En druk je er nog een keer op, dan verdwijnen ze. En om die hulplijn te maken, ga je gewoon boven in de lineaal staan. Hou je de muisknop ingedrukt en sleep je deze naar beneden. En als je in het midden bent, dan merk je gewoon dat die er. Zeg maar magnetisch aanklikt en dat doe je ook vanaf de linkerkant. En daarmee heb je dus gewoon het midden van je foto aangegeven en dat is dadelijk bij het opleggen van de kleuren wel makkelijk. Laat ik eens een kleur erboven op gaan leggen. Ik ga hieronder naar de aanpassingslagen, dat is het zwart-witte bolletje en ik kies voor een volle kleur. En de kleur die ik kies is in dit geval, laat ik paars nemen. Deze paarse kleur ligt er nu bovenop, maar die wil ik eigenlijk alleen laten zien in de linkerbovenhoek, en ik wil eigenlijk dat hij het zwart van de onderliggende laag invult. Dus alles wat zwart is in de linkerbovenhoek, dat moet paars worden. En dat gaat in eerste instantie heel simpel door de dekking te veranderen van normaal naar lichter. En wil je dan precies de witte delen eh, paars hebben, dan kies je bijvoorbeeld voor donkerder. Maar ik kies dus voor lichter. En dat wil ik eigenlijk alleen maar in de linkerbovenhoek hebben. Dus ik ga naar mijn selectiegereedschap. Dat vind je hier. Of met de sneltoets M. Ik zorg dat de stijl normaal is. En ik trek gewoon een vierkant eroverheen. En als ik in het midden kom, wordt die magnetisch. Plak die vast aan mijn hulplijnen. En dat is precies wat ik wil. Nu heb ik bij mijn kleurvulling nog een klein wit vierkantje staan. En dit is een laagmasker. En in dat laagmasker kan ik zeggen: van doe alleen mijn vulling hier actief maken. En niet op andere gedeeltes. Nou, nu hebben wij het linkerbovenhoek geselecteerd. En daar moet het dus wel actief zijn. En in de rest niet. Dus ik ga eerst mijn selectie omkeren. Door middel van de sneltoets Ctrl, Shift en I. En je ziet dan dat alles geselecteerd is. Behalve die linkerbovenhoek. En nu kan ik heel eenvoudig zeggen: in het masker, zet het effect daaruit. Dus ik selecteer het masker en als ik nu mijn selectie die ik heb vul met zwart, dan wordt mijn paarse kleur daar niet zichtbaar. En om hem te vullen met zwart, zorg ik dat zwart mijn voorgrondkleur is en met Alt Backspace vul ik mijn selectie met de voorgrondkleur. En je ziet het masker verandert. De linkerbovenhoek is een stukje wit. Daar is de paarse kleur actief en in de rest dus niet. Met Ctrl D heb ik mijn selectie weer op en ik ga een nieuwe kleur maken. Dus bij de aanpassingslagen kies ik voor een volle kleur. En laat ik gewoon eens voor groen gaan. En ook hier geldt weer: ik selecteer het masker, de rechterbovenhoek. Keer met Ctrl-Shift-I mijn selectie om. En vul deze met zwart. Dan is alleen het groen zichtbaar in de rechterbovenhoek. En ik zet de dekking op lichter. En zo ga ik ook gewoon heel eenvoudig even de andere twee kleuren af. Ik doe dat een klein beetje sneller. En tot slot pak ik voor de laatste kleur geel. Nu heb ik dus deze vier kleuren staan over mijn foto. En ben je het niet helemaal eens met één kleur? Als je bijvoorbeeld later denkt: van nee, dit is veel te licht, zoals dit geel, dubbelklik gewoon op het icoontje. En je kunt heel simpel een andere kleur uitkiezen. Ik pak gewoon een wat donkerder geel. Dit is op zich wel aardig. Nu wil ik eigenlijk gewoon alleen een selectie maken van zwart. Want ik wil er eigenlijk nog een bepaalde detaillering in brengen. En ik wil er eigenlijk ook nog wel een achtergrondkleur in. Laat ik eerst die achtergrondkleur eens doen. Ik ga een nieuwe kleurvulling maken van mijn achtergrond. Dus via aanpassingslagen een volle kleur. En ik kies een blauwtint. En ik zet hem even uit. Want ik moet in mijn masker een scheiding gaan maken tussen wit en de kleurtjes. En ik maak dus eerst een selectie van alleen wit, want dat wil ik dadelijk alleen aan hebben. Dus ik ga naar Selecteren en ik kies voor Kleurbereik. En wat je krijgt is dit venster. En de selectie maken van alleen wit is heel eenvoudig. Je zet hem gewoon op Hooglichten, de tolerantie zet je op 0 en het maken, dat zet je op 255. als je nu op OK klikt, heb je dus een selectie van alleen je witte delen. En dat is waar ik eigenlijk gewoon dadelijk de kleur wil laten zien. Dus zet ik nu mijn kleurvulling weer aan, dan zie je de selectie daaromheen. En je kunt gewoon in het masker gaan staan, die selectie omkeren. En dan heb je dus dit effect. Je drukt op Ctrl D om je selectie op te heffen. En het enige wat je nu nog moet doen is gewoon je masker omkeren. Want als ik de Alt ingedrukt hou en ik klik op het masker, dan zie je dat dit mijn masker is en dit is precies verkeerd om. Maar omkeren gaat ook kinderlijk eenvoudig in Photoshop. Gewoon ctrl-i en je masker is omgekeerd. En als ik nu naar de laag ga, dan zie je dat ik dit effect krijg. Wat eerst wit was, is nu ingevuld met een kleur. Nu vind ik alleen de detaillering niet helemaal perfect. Dus ik ga nog even terug naar beneden, naar mijn slimme filter. En ik ga het gaussiaans vervagen nog net een tikkeltje verlagen. Laat ik daar eens tussen gaan zitten. Zoiets als dit. Nu wil ik nog een bepaalde detaillering in mijn foto hebben. En die mag eigenlijk best wat aan de grove kant zijn. Maar dat is gebaseerd op mijn oorspronkelijke foto. Dus zorg dat je oorspronkelijke foto geselecteerd is. En dupliceer die laag met Ctrl J. Ik zal even het lagenpaneel erbuiten slepen. Dan kun je het allemaal wat beter zien. Je ziet, ik heb nu twee lagen van mijn foto's. En ik ga gewoon een van die twee naar boven slepen. Die komt er nu boven. En op zich is dit wel aardig, maar het is niet helemaal wat ik wil hebben. Allereerst wil ik eigenlijk alleen maar de zwarte delen zien en de witte delen moeten gewoon verdwijnen. Ik kan dat met een masker doen, maar dat kan sneller door de dekkingsmodus op donkerder te zetten. En ik wil hier wat meer detaillering in, dus ik ga gewoon mijn straal verkleinen naar iets als dit. Alleen, ik heb nu veel te veel zwart. En dat ga ik gewoon heel makkelijk in één keer allemaal weghalen met een masker. Ik hou de Alt ingedrukt als de laag geselecteerd is. En ik klik op het masker. En het is gewoon in één keer weg. En nu zou ik met de kwast, die vind je hier, of met de B. En met de haakjes maak ik hem wat kleiner. En als wit mijn voorgrondkleur is. Kan ik gewoon zodra het masker geselecteerd is. Een klein stukje schilderen. En zo schilder ik even. Over het gezicht heen. Eventueel kun je de dekking van de laag nog een klein beetje terugzetten. Zodat het allemaal niet zo hard is. En ik pak ook nog een klein stukje van de haren mee met een wat grotere kwast. Ik verlaag de dekking gewoon naar 50%. Zodat het effect vergeleken met de ogen wat minder hard is. En bij de ene foto doe ik. Het ene en bij een andere foto doe ik iets anders. En ga je te ver, zoals je daar ziet. Ik pak zwart als voorgrondkleur en ik veeg het gewoon weer weg. Eventueel kun je nog wat kleurtjes veranderen als je dat wil. En ik denk dat ik hem gewoon zo ga laten. En zo eenvoudig is het dus om een klein beetje te stoeien met een foto en daar gewoon popart van te maken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken weer tot de volgende keer en doei doei.